hond is op zoek in de sneeuw. Hij gebruikt zijn neus. Uh-oh. We're back to the same spot, eh? Blijkbaar ruikt hij dingen die wij als mensen niet ruiken. Man. Come on. Come on. It's a girl, misschien huh? Ligt er iemand onder de sneeuw bedolven. They're girls? Uh-oh. This one's kind of not doing so well, huh? En daar lijkt het wel of hij wat gevonden heeft. En blijkbaar gaan we het ruiken. Hey! Of er iets of iemand onder de sneeuw ligt. Dus, welkom bij de 3.4 ruiken. Oh nee, proeven Biocast. Waarom zag je net een hond hier ook? Terwijl het gaat over proeven. Blijf kijken en je komt erachter. Dit is de tong. En op die tong heb je smaakknopjes. En die smaakknopjes zijn de eigenlijke zintuigjes. Die maken dus een impuls voor je hersenen. Van de prikkel. En die prikkels voor je tong, dat zijn er eigenlijk vier. Zoet, dat proef je hiervoor. Zout proef je daar net achter, rechts en links. Zuur, daar weer achter. En helemaal achteraan proef je bitter. Dat zijn de vier smaken die je proeft met je tong. De rest van de geuren, van de smaken, die ruik je met je reukzintuig. Dat zit boven in je neusholte, vlak tegen je schedel aan en geeft de impulsen door aan je hersenen. Dus wat je proeft is zoet, maar je hebt je neus nodig om erachter te komen of het stroop is of honing. Dat doet je neus dus. Wat je proeft wordt ook bepaald door je ogen. Want dit zou je misschien wel eten, maar als de kipnuggets en de friet er zo uitziet, dan neem je ze niet. Dus wat je proeft wordt ook bepaald door wat je ziet. Dit zijn champignons. En champignons, die smaken eigenlijk nergens naar. Maar het is het gevoel op je tong. De tastzintuigjes in je tong die maken of je iets lekker vindt of niet. Spruitjes en koffie, die smaken bitter. Veel kinderen vinden die smaak niet lekker. Je moet het leren om het lekker te vinden. En dieren gebruiken hun zintuigen. We zagen dat bij de 3.3 biocast ook al. Dit is een mot, een nachtvlinder, en die gebruikt zijn antennes om geuren waar te nemen. Zo vindt hij een partner door geuren die van kilometers ver weg komen om waar te nemen. Ook een zalm kan ruiken onder water. En zo vindt hij het riviertje waar hij geboren is, waar hij uit het ei gekomen is. En daar gaat hij zelf ook zijn eieren leggen. En met dit ruiken en proeven zijn we aan het einde gekomen van de 3.4 Biocast. Veel succes met studeren en tot de volgende keer.